Zo mensen, ik ben nu aan het vertrekken bij Kuipers. Ik heb juist nog wat brandstof in mijn boeleke gedaan. Dat moet ook allemaal gebeuren. Ondertussen tijd ben ik dus nu heel rustig naar OCME aan het rijden in Alken. Even kijken, rechts. Oké, ik kan over. En hier op deze kruispunten. Kloorgeur. Kloorgeur. En by the way, deze morgen heb ik weer al mijn tandjes gepoetst. Oh my god, echt waar. Dat is het ene om in de disco daarop te hameren. Ja. Oh my man, het wordt hier. Hè, warm. Ja, ik heb me ook deze keer niet dik aangedaan, want het was vandaag 23 graden. Wauw, wat een weer. En dat zo richting, ja, dus nog midden oktober, nog zo dan warme temperatuur. Wow, 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 wow. Dat is leuk. En wat heb ik ook al gehoord, dat er een onderzoek is gestart naar verkiezingsfraude hier in Alken. Amai. Hebben we verkiezingsfraude gedaan hier in Alken. Heel raar. Heel, heel, heel raar. Oh, hier staat een hele leuke wagentje te koop. En hier is maar 30 kilometer per uur. Wauw, wat een dikke bak. Een Porsche. En nu moet ik hoesten. Excuseer. Oha. Ik weet niet, is hier echt in Alken een trajectcontrole? Ik weet dat dus eigenlijk niet. Hè. Is er een aandachtige Alkenaar die hier op mijn YouTube-filmpjes ook kijkt? En zeg van, jawel, er is effectief een trajectcontrole hier in Alken. Laat me alsjeblieft hier onderaan in de comments weten. Alsjeblieft. Please, 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 please. Ik vraag het u. En dan kom ik zo stilkens af aan bij de OCME. 28 minuten te vroeg. Nee, 18 minuten te vroeg. Ik ga nog even doorrijden naar de warme bakker. Ik ga daar even gewoon een eclairje nog gaan halen. Ja, ik heb wel gegeten deze morgen, maar precies niet voldoende gegeten. Oei, die zijn gesloten. Ja, dan ga ik nog gewoon naar het centrum toe. Hè. Ja, ze zijn gesloten. Oei, oei, oei. Ja. Dan gaan we maar eens een blokje omrijden. Voilà. En jawel, ik heb een smiley. Alken, dankt u. Dankjewel, Alken, met een leuke smiley. Woehoe. En nu wel nog hopen dat ik op tijd kom. Ik ga dus jullie nu laten. Ik ga nog wel even verder opletten, ook op de baan. Dat moet ook gebeuren. En dan zal ik wel binnenkort nog eens een hele leuke verhaal vertellen. Iets over mij nog eens, over mijn verleden. Bijvoorbeeld over Trackmania. Hoe ik daar heb gepresteerd of zo. Dat zijn maar ideetjes, hè, wat ik zeg nu. Oké, is deze bakker open? Ja, deze bakker is open. Yippie. Dan moet ik hier in. En hoe lang gaat dat mij duren? Ja, ik had eigenlijk 4 auto's opgehouden. Woehoe. Dan ga ik me hier zo parkeren. En dan ga ik zo terug. Ik heb me hier parkeren, hè. Ik ben een stukje te voeten, hè. Voilà, achter een mooie paal. Mooie Porsche. Woehoe.
mooie Porsche. Allee, tot zijn we allemaal. Joe. Nu heb ik nog maar 12 minuten op mijn teller. Dus dat is zeker een half lager. Dus nu toch wel een klein beetje tempo inzetten. Deze heer zal dan ook opeten bij de OCMW-gebouw. Dat gaat het allemaal. Ik heb er nog de honderdste vertrouwen in. Ik heb direct jullie kunnen zeggen van hoe laat het is. En ik draai weer naar de verkeerde kant toe. Niet goed. En voilà. En het stopcontact steken. Even in jullie houdertje steken. Want ik mag niet filmen. Ik mag niet aan mijn gsm zitten terwijl dat ik aan het rijden ben. En het is nu 47. Dus 13 minuten heb ik tijd. Laat eens even kijken. Nog maar 12 minuten nu. Omdat ik ga aankomen. Dat is hier maar een heel petit regenstukje vandaan. Oh, weer over die kasseien en al. Al mijn rug. Nog altijd. Ik heb er vandaag nog wat last van. Dat heb ik ook al in mijn GoPro beelden al gezegd. Nu ben ik weer met mijn gsm aan het filmen. Dat ik mijn GoPro weer ben vergeten thuis. Omwille dat ik wou mee een klein beetje haasten. Dat ik er nog een en ander kon doen. En daar is de bus, de vierde kiwi domein. Ah, kinderen, zijn jullie nog altijd aan het spelen in de speeltuin? Toen ik er juist voorbij kwam ook nog. Ja, de kinderen moeten toch ook kunnen spelen. En veilig spelen, dus mooi om in een speelplaats waar ze kunnen spelen. Mooi afgebakend van het verkeer. Voilà. Dan kan er weinig gebeuren. Dan kan er echt weinig gebeuren. En amai, de volgende bus staat ook al klaar. En nu moet ik hier nog oprijden. Dan heb ik nog 10 minuten. Oh, dus... Chill. Voilà. Dat geen twee parkings in beslag nemen. Voilà. Dan nu. Zit ik er naar achter. En dat is heel lang geleden. Echt waar, mensen. Oh, fucking hell, dat is echt lang geleden. Dat kan nu echt rap 5-6 maanden geleden zijn. Maar ze kunnen nog altijd niet tikken aan Op de Corner. Nee. Op de Corner zijn haar... die klerkens waren nog veel lekkerder. Maar deze zijn ook wel lekker, maar... Missen. Als... ik geef het ook eerlijk toe, als ik iets mis, mag ik het ook zeggen, hè, mensen? Ah, voilà. Tot zijn we allemaal. Jojojo. Ik kan nu rustig nog mijn klerken opeten. En dan kan ik op mijn gemaakt naar binnen gaan. Jo. Zo, hier buiten bij Glen. Alles is in orde. Daar ben ik hem. Heel dankbaar voor dat hij ook mijn papieren zo goed mogelijk ook in orde houdt. Ik hou dat ook zo goed mogelijk in orde. Dus ja, het gaat de goede kant uit. En die van Q-Music hebben mij weer al niet gebeld. Amai, mijn plaatsje wordt heel snel ingepikt. Oh. Mijn stoel die klikte. Ik dacht dat ik daar de auto zag. Nee? Oké. Oké. Dan ben ik eens onderweg naar mijn allerliefste schatje toe. Van de ganse wereld. Oh, mannetjes. We hebben daar toch weer al van alles zitten te brabbelen en al. Voor mijn papieren zeker in orde te houden. En dan zitten ze hier echt de boren. Oh my god.
gaat, die zien zo van die hele grote platen in de grond aan het duwen. Dus het is hier vrij rustig, hier momenteel in het dorpje Alken. De kinderen zitten nog achter de schoolbanken. Dit weekend Music and Food Festival. Oké. Dan weten we dat ook weer al. Mannekes. Maar de parkeerplaatsen zijn wel al gevuld. Waarschijnlijk met de ouders die hun kinderen komen ophalen. Ik ga eens anders rijden naar mijn schatje toe. Valessa, langs hier ga ik. En dan zijn ze hier ook weer al aan het bevoorraden, hier in de Carrefour van Alken. Ja. Oeh, de beek, de grote herk, die staat redelijk nog hoog. Ja, wat. Maar ja, mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Ah ja, ik moet vandaag ook naar mijn ouders gaan om 9 uur nog 's avonds. Want we gaan het huis ook versieren van mijn papa. Omwille van dat mijn papa, als dus deze vlog ook online komt, ik ga het nu doen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. In de gloria. Hiepe de piep, hoera. Hiepe de piep, hoera. Hiepe de piep, hoera. Ik ga het niet 60 keer doen. Mijn papa wordt dus 60 jaar. En dus dan gaan we ook het huis zo versieren en al. Dus dat gaat leuk worden. Het gaat echt heel leuk worden. Dus afspraak. Als mijn papa gaan werken is. Dus ik kan het daarom dat ik dit ook vandaag kan zeggen. Ook in mijn vlog en al. Dat dat pas toch morgen online komt. Dat dan het huis ook heel mooi wordt versierd. Ik zal jullie ook wel het eindresultaat ook wel laten zien in mijn vlog. Ik ga sowieso mijn GoPro ga ik meenemen. Ik ga sowieso ook mijn gsm meenemen. Ik ga ook sowieso ook mijn selfie stick ook meenemen. Waarschijnlijk ga ik ook mijn drone meenemen als ik bijvoorbeeld hogere beeldshotjes wil nemen. Als het lukt, ik ga u één ding zeggen, als het lukt, want ik heb al redelijk lang niet meer gevlogen met mijn drone en al. Is de software nog wel goed, noem maar op, dus ik ga dat zelf ook nog in orde maken. Dus ik heb nog redelijk veel ook nog te doen vandaag. Ja, het wordt een leuke dag. Het wordt een zeer leuke dag. Jawel, dames en heren. Oh, papa, nogmaals, gelukkige verjaardag. Hè. En geniet ervan. 60 jaar. Amai, weer al een nieuwe voordeur. Of als ze dat ook altijd zeggen, je staat op weer op een nieuwe tram. Amai, 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 amai. Dat het soms zo snel gaat, hè. Allee. Allee, ik zie jullie allemaal zelfs terug. Ik ben nu onderweg naar mijn allerliefste schat van de wereld. Tot later allemaal. Yo. Zo, mensen. Ik ben terug thuis aangekomen. Ja, ik wou eens grappig doen. Ik ga eens even richting mijn brievenbus. Daar ben ik nog niet geweest. Geen nieuws is ik ben nergens blij om. Geen verkiezingsreclame. Oh, geen verkiezingsreclame. Hoe zalig
kunt je het hebben? Hoe zalig kunt je het hebben? Ik heb de 2 ook al. Ah, oké, okay, ze heeft de 2 ook al. En ik wil een troetje bedanken. Even nog even. Ik doe nog wel laffen met mijn rug. Wil ik één crewlid bedanken, dat is BRNT. Dankjewel BRNT om de papieren 1 van de politie uit te printen en 2 in mijn brievenbus te steken. Dat ik die zeker bij heb bij de politie. Dus ja. Ik er niet binnen, daarom dat ik lachte. Dat ik niet binnen geraakte, daarom dat ik lachte. En jawel mensen, ik zie hem liggen hè. Oh, ik was hem vergeten weer al. Je zit hier aan het zoeken. Maar ik ga jullie laten nu, tot straks allemaal, jojojo. En zie je, goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Jawel, ik ga me straks ervan klaarmaken om richting... Oh, en ik heb weer wat last van mijn rug. Niet goed. Ik moest even iets wegblazen. Ik moet nog één ding nog in orde maken, vooraleer dat ik dus naar de OCMW kan gaan. Dat is 1 betaling. En dat is ook belangrijk voor jullie, die betaling. Dat is dat van telenet, dat ik internet kan behouden. Ja, dat moet ook betaald worden. Hè. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug, want ik ga mij nu dus rustig op mijn masker. Dus ik heb nog een mooie 10 minuutjes tijd om te vertrekken naar OCMW Alken. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Zo mensen, ik hoop dat jullie er ook hebben van genoten van de livestream wat ik heb gedaan op YouTube. En ik moet naar de kinesist. Tot service. Of wacht, om hoe laat moet ik naar de kinesist? Oh, want dat ben ik ook aan het vergeten. Dat staat in mijn agenda. Oef, ik heb nog tijd. 16:30. Dus ja, dus daarom dat ik mijn livestream ook niet verder kon doen. Dat ik andere verplichtingen had. Voilà. Dan weten jullie dat. Maar ook heel veel bedankt. Blikje Nalu, Encrypted, Exo, Fenne, Matties, Steven Noppen en Willy Son. Dankjewel. Voor ook aanwezig te zijn op mijn livestream. Ik zie jullie allemaal straks terug. Jojojo. Zo mensen. Ik ga eens richting de Equality Kinesis vertrekken. Ja, het is afwisselend met de beelden van GSM en GoPro. Ik wil er eens leuk mee spelen. Dus dan moet ik ook nadenken van wanneer er een fragment is gemaakt. Ik kan niet wachten tot vanavond. Ik kan echt niet wachten tot vanavond voor mijn vader. Dat is waar mijn ouders wonen, hun huis gaan te versieren, omdat mijn papa 60 jaar wordt. En fucking hell, ja, ze hebben echt gelijk. Het is zomer. Het is zomer buiten. Damn, het is zomer buiten. Ja. Zalig gewoon buiten. Zalig, 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 zalig. Ik kan het niet genoeg zeggen. Zalig, 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 zalig. Voilà. Ik heb het woordje zalig uitgevonden. Not. Tum tum. Vroeg je toch niks aan?
Voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Ik ga nu vertrekken richting mijn kinesis. Tot later. Yo 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 yo. Zo, hier aankomen bij de kinesist. Ik ga ook nog even de verduidelijking doen. Zo, like, elke LAN-party waar ik ben, heb aan meegedaan of heb aan meegeholpen, is puur op vrijwilligersbasis. Dat klopt. Dus daar heb ik niks aan verdiend. Misschien onrechtstreeks, zoals een gratis inkomticket of gratis eten en drinken op de LAN-party. Als ik de competities heb geholpen en al. Dus dat is mijn vergoeding geweest. Dus meer is dat nooit geweest. Dus ofwel gratis inkomen, gratis eten, drinken, noem maar op. Ik heb dus echt heel veel LAN-parties hier in België geholpen. Zoals ik OCC, Freakomatic 1 editie, met Trackmania Compo. Dan heb je nog FATLAN, waar ik ook als hun 1000 deelnemers heb gehaald en al. Daar heb ik allemaal aan meegeholpen. Ook zoals ik heb ook de competities dus mogen leiden op de party in Eindhoven, waar meer dan 1000 deelnemers aanwezig waren. Dat was echt machtig om te doen en al. Leuk ook om te doen en al. Omhoog van dat ik ook de reglementen ken. Ik ben ook een ex-clanbase admin. Ik ben ook een ex-admin van de eSports League. Dus de ESL website. En nog talrijke van andere competities websites hebben ze mij eens gevraagd voor te helpen te adminnen en al. En dat heb ik dan ook gedaan. Puur uit vrijwilligersbasis en allemaal. En nu wordt het ook eens tijd om die vrijwilligersbasis ook eens om te zetten naar betaalbare jobken toe. Daarom dat ik bijvoorbeeld in de toekomst misschien wel een carrière switch ga maken. Dus dan weten jullie dat ook. Maar bijvoorbeeld zoals ik FOM en al, daar heb ik dat allemaal puur vrijwilligersbasis gedaan. Ik hoop dat dit nu van de baan is. Ik heb heel veel LAN-parties al meegedaan. Ik heb er al 507 effectief events achter mijn rug. 507. Dus qua ervaring, top. Ik weet ook hoe de netwerkkabels gelegd worden. Ik weet hoe de stoelen, tafels en al moeten gezet worden. Bijvoorbeeld ook als er netwerkproblemen zijn, computerproblemen zijn, daar probeer ik ook dan zo snel mogelijk dan ook te verhelpen. Bij deze weten jullie dat. Dus ik hoop dat dit ook nu van de baan is. En ja, voilà. Oké, daar stond in één keer iemand. Dus, maar ja. Dus bij deze, hopelijk is dat allemaal nu van de baan. Ik ga nu richting binnen toe naar de kinesis toe. Want het is, ik denk, 4:30 al voorbij. Nee, het is nog net niet 4:30 voorbij. Nog 2 minuutjes, dus mooi. Ik ben perfect op tijd. Tot later dan allemaal. Tot ziens. Jojojo. Zo mensen, ik ben jullie terug in de Houterken aan de plaats. Ik ben nu terug buiten bij de kinesist hier in Alken. Bij BE Fit, groepspraktijken en kinesistherapie. Ik heb dus een oefening meegekregen. Ik ga het jullie ook dan straks eens donen in mijn filmpje. Ik ga nu vertrekken naar mijn mama toe. Om mijn eten nog gaan uit te halen. Dan terug naar mijn schatje toe. Want die moet ook nog zelfs nog ergens naartoe gaan. Ja, ik heb nog een en ander nog op de planning staan. En nu komt er zoveel volk! Ik wil kunnen uitrijden! Oh, kan toch niet meer, hè. Alleen maar een keer rijden, toch eens even wat... Happer, mannetjes. Voilà, ik ben ook eens eindelijk weg van de kinesist. Oh my god. Ja, en nu nog voorbij die versmalling geraken.
geen kruidtunner door, dus met één keer niet meer. Voilà, zo. Onderweg naar mijn ouders. Joehoe! En ik heb een wimperke, losse wimper in mijn oog. Godverdomme. En dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Moet ik toch weer altijd gaan. Ik ga zo leutig. Zo leutig. Nu mijn spaghetti gaan halen. Oh, en ik voel het weer aan mijn rug. Hè, dat ze daar. En mijn aangezeten, goed gemasseerd. Niet leuk. Niet leuk. Niet leuk. Van was ik ken hem ook nog. Wesley. Ja, Wesley, kijk. Wesley. Voilà. Ik zie jullie allemaal een sausjes terug. Yo, yo, yo. Bye bye. Het wordt een lange dag. En hoe bedoel ik met een lange dag? Ja, ik moet nog zelfs terug gaan naar mijn ouders. Ik moet nu terug naar hier komen. Om ja, te komen te viseren. Mijn mama heeft nog eens even gezegd van, ja, je moet om zo laat hier zijn. Oké, okay, dat is goed. Dus ik wacht naar 9. Oh, mijn papa gaat verschieten. Mijn papa gaat verschieten. En die vraagt me af, waar staan al die spullen dat we dan moeten gaan versieren? Waar staat dat allemaal? Dat mijn papa dat niet mag zien. En daar is het zonnetje. Zonneke. Zalig. Ja, het is hoe moet ik het zeggen? Zacht weer. Ik zal het zo zeggen. Zacht weer. Het is niet koud, maar het is zacht weer. Damn. Hoe moet ik mijn portefeuille bij? Nee, ik heb mijn portefeuille. Kan ik hier niet in rijden? Ik heb die toch daar niet vergeten, hè? Oh nee, dat was de gsm dat ik daar heb neergelegd. En al, ai. Ik ben er net niet bij. Mensen, ik ben strafbaar bezig. Ik ben zonder rijbewijs aan het rijden. Oh fuck. Hebben jullie dat nooit eens aan dat gehad dat jullie. Ja. Kan gebeuren. Kan gebeuren. Maar mag niet gebeuren. Dan had ik ook al. Ja, ik zeg het niet graag. Ik laat altijd heel graag mijn portefeuille. Alleen waar mijn rijbewijs in zit, eigenlijk hier in mijn auto. Waarom heb je een rijbewijs bij uw woning nodig? Gaat je met uw huisje rijden? Nee, mensen, nee. Damn, daar zit al veel volk al achter mij. Ja! Oh, ik heb. Nee, dat durf ik gewoon niet. Dat durf ik gewoon niet. Ergens is gewoon zo. Ja, het is nu groen. Gewoon eens blijven staan tot het terug rood wordt. Holy shit. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Dan moet je eens echt te klaksoneren. Nee, dat is gemeen. Want die kinderen hier soms lang op rood blijven staan hoor. Echt waar. Ach ja. Jee, brommer. Ken jij? Eens even kijken hoeveel mensen dat er weer al achter mij doorgaan. 1, 2, 3. Allemaal over de fietspad, hè? 3 auto's over de fietspad, hier in Alken.
Dan vraag ik me af, mag dat of mag dat niet? Want die middenvak hier bij de tenniscentrum en Crystal Alken, ik heb reclame gemaakt. Die is iets te klein voor daar op te rijden. En dan passeren ze zo allemaal over die fietspad. Omdat uw kont dan nog uitstikt op de fietspad, zo slalom ze u dan daar voorbij. Iedereen mag dat zomaar. Ja, of niet? Ik doe het niet. Ik wacht dan rustig mijn beurt af dat ik terug gewoon mijn baan kan verder zetten. Dat mijn baan terug vrij is. Oh, manneke, ik ben er nog. De opkomst. Holy shit, man. Holy shit. Het is rustig in mijn straat. Het is rustig in mijn straat. Ja, 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 ja. Ik ga nu lekkere spaghetti eten. En dan ga ik Bea naar haar mama doen. En dan Bea meneer terug naar haar thuis toe. En dan. Weet ik het nog niet. Misschien nog eens een livestreamje. Oh mannetjes, ik heb vandaag al een livestream gedaan. Ik ben er wel content om. Dus... En ja, ik heb speciaal eens voor mijn eigen mijn sigaretten in de auto gelaten, dat ik niet bij mijn thuis binnen kan roken. Ik ga dat eens proberen. Dus dat is weer een stap dichterbij met het afbouwen van sigaretten te roken. Dan zei ik u alleen maar... En nu willen jullie wel weten, hè. Wat de oefening is van een kinesist. Awaan, zal jullie sebiet, als ik thuis ben, in te tonen. Het is maar één klein oefeningsje. Ik zal het sebiet tonen wat ik heb meegekregen van de kinesist hier in Alken. En nu kom ik aan op mijn verdieping. Valassa. Ah ja, en als we gaan versieren, kan ik dat wel opnemen als een timeslap. Oh yeah. Oh. Dus, ik ga het jullie eens laten zien. Je pakt een stoel. Dus ik ga even mijn jas uitdoen. Je pakt u een stoel. Eens even kijken als die stoel er helemaal te goed op staat. Ja. Je zet u daarin. Je hebt uw bekken. Maar dat ziet je niet goed. Dus ik ga jullie ietsjes lager zetten. Hier zo op. Voilà. Ja. Oké. Dus je hebt hier uw bekken. En dan doet je gewoon dit. En dan terug rustig uit. En dan terug rustig in. Dat die bekken zo wat kantelen. En dan terug rustig uit. En dat zo 5 keren. Dat was al nummer 3. Nummer 4. En nummer 5. Dat zijn dus de oefeningen. Voilà. Dan ga ik hier even de tafel opruimen. Dan kan ik ook een lekker bordje spaghetti eten. Voilà. Nu nog een keer heel die Rubik's Cube.
even opruimen. En als het alles goed zit, krijg ik dus wel een go-word krijgen voor naar CU-land te gaan. Deze gaat door op 8, 9 en 10 november. In Geraasbergen. Alle informatie vind je terug op www.cu-lam.be qua de ticketprijs. En bij die ticketprijs zit ook een speedseat inbegrepen, juist. En dan zo'n gaming stoel. Gaming chair stoel. Ik noem dat allemaal speedseats. En je kunt ook oftewel zonder de ontbijtticket erbij nemen, ofwel met ontbijt de ticket kopen bij www.cu-lan.be. Ik ga jullie nu laten. Ik ga jullie zo zeggen, geniet zelfs van die hele mooie timeslap wat ik ga maken nog van mijn ouders, hun woning, hoe we die gaan versieren. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Yo. Zo. Eens even BR gewoon wegdoen. En dan beginnen zo wat stukjes af. Tijd. Wauw. Eerst ga ik naar Ginder toe. Sorry, schat. Eerst ga ik naar Ginder toe. Dat ziet er gewoon fantastisch uit. Zie eens hoe mooi dat die maan daar is. Wauw. Echt. En dat is ook nog. Echt mooi, hè? Ja. En dat is ook nog goed zacht buiten, hè? Ja. Het is niet te koud, niet te warm. Juist goed buiten. Wauw. Zo mag het eigenlijk elke dag zijn. Zo mag het elke dag zijn. Joe. Nee, ze heeft het niet gezien. Jawel, ze heeft teruggezwaaid. Oké. Oh, ik dacht dat die de deur aan het openen was. Maar dan zeg ik, nee, ik heb geen tijd, want ik moet nog zo eens bij mijn ouders thuis nog gaan versieren. Ja, ik moet nog gaan versieren. Dat moet ook nog allemaal gebeuren. Maar dat kan niet als mijn vader er nog is. Want het moet een verrassing zijn. Oh, mannetjes. Waarom zeg je het dan nu in de vlog? Ah ja, maar dat komt morgen online. Voilà. Morgen om 18 uur pas komt dat pas online. Dus dan heeft ze dat al heel lang ontdekt. Hoop ik toch. Hoop ik toch. Of anders heb ik wel miserie. Dus voilà. Gordelke aan. Gordelke in het gaatje. Gloeibosjes laten gloeien. Voilà, de lampjes zijn uit. Ik sta in neutraal. Voilà. En nu maar vertrekken. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Merci Tom om ook dat openbaar te maken van mijn gebruik. Dus ik ben op Q-Music geweest en ik vind dat goed. Misschien komen er nu wel heel leuke tips binnen voor eraf te geraken. Want ik ben ook aan het luisteren terwijl ik een Pokémon aan het vangen ben. Want ik moet nog redelijk veel doen. Nog 4 Pokéstops spinnen. 3. Dus ik moet nog even wat wandelen tot 8, tot 9 uur. En dan moet ik terug naar mijn wagen gaan. En dan om 8:45 moet ik bij mijn ouders zijn. Dus tot straks allemaal. Dus ik kan nog wat verder mijn Pokémon vangen. En dankjewel Tom de Kok voor die informatie te delen. En hopelijk komen er leuke tips van binnen. Zo, nu richting mijn wagen. Heel snel gaan. Na redelijk wat Pokémon vangst hebben gedaan. 2 wandelroutes hebben gedaan in Pokémon. Dus nu is het hoog tijd om richting mijn wagen te gaan.
En dan hoog tijd om gaan te versieren voor mijn papa zijn 60ste verjaardag. Ik heb nu nog net een briefje gezonden naar mijn mama. Als het al oké is als ik vertrek. Want ja, je weet nooit, hè. Ik zie dat niet wat er nu allemaal thuis gaande is. Ah. Mannetjes. En dan had ik daar te straks, daar op die punt, ook heel veel geluk gehad dat ik niet onder een auto stak. Ik wandelde op de stoep. Hier reed een auto niet 30, maar nog sneller, 50 ongeveer. En die moest ferm op zijn vrij gaan staan. Want die reed gewoon hier over die stoep. En ik ben gewoon daar in het grasveld moeten springen. Als ik dat niet had gedaan, zat ik eronder. Yippie-kaye. Geen seconde meer. Yippie-kaye. Niet leuk. Ik ben nu heel snel bezig met de auto te openen. Voilà. Joink. Jullie nog even op de houder zetten. Wat licht maken. Alsjeblieft. En nu richting mijn ouders thuis. Oei, mijn raampje stond ook nog open. Niet goed, hè. Dus ik zie jullie allemaal samen terug. Yo, yo, yo. Zodat jullie het zien, is het hier al goed aan het versieren. Wow, vlieskister. En dan heb je hier daar ook nog. We gaan eens even naar de straatkant toe. Ik kan het niet filmen met de GoPro. Ziet er zo mooi. En dan daar ook mijn vader. Die 60 jaar wordt. Gelukkige verjaardag nogmaals, vader. En dan heb je hier ook nog, ziet. Happy birthday 60. Met een taartje erbij. En van 1964. En dan in die boom hang je dus allemaal allerlei foto's. Wauw. Mooi gedaan. Ja, mijn papa was ook vroeger duiker. Zo mensen, het is hier heel mooi versierd bij mijn ouders, ook voor mijn papa. Ik ga nu richting mijn thuis uit. Oh, ik ben echt stikkepot. Het is 11:30. 's nachts. We zijn nu pas klaar. Ik heb gezegd, mama, ik ga nu bedje in. Of anders komt dat ook morgen niet goed bij de politie. Voor jullie vandaag. Ik ben echt heel rustig aan het rijden nu. Eerst dikke pot, man. Mini oorstjes. Jee. En dan moet ik nog zien thuis te geraken. Ja, wat dan. En ik zei het, die buiten was, is het nog altijd heerlijk, hè? Heerlijk weer buiten. Wat is er nog mee? Dat het heerlijk weer is. Dat het nog aangenaam buiten is. Het is niet te koud, niet te warm. Het is goed buiten. Het is niet echt goed, niet echt afgekoeld buiten. Daar ben ik wel blij om. Heb ik alles. Met een GoPro, ja. Die moet nog ergens liggen. Mijn portefeuille. Die ligt toch niet bij mijn ouders thuis. Ik hoop van niet. Ik hoop dat die bij mijn... Ja, ik ga ze even eens bellen. Allee, tot zo. Jojojo. Het is niet dat ik ver van mijn ouders woon. Dus ik ga thuis nog gewoon eens kijken als daar mijn portefeuille ligt. En als daar mijn portefeuille niet ligt, dan is het eerste wat ik ga doen, is morgens vroeg naar mijn ouders thuis rijden. Voilà. En daar dan mijn portefeuille op nemen. Ik ga hier ook de vlog mee beëindigen. Dankjewel om weer een deel uit te maken van mijn leven.
Ik hoop niet dat het een te lange vlog is geworden. Maar deze keer wil ik toch nog eens een hele andere afscheid nemen van jullie kijkers. Omwille van dat mijn papa wordt maar één keer 60 jaar. Hè. Dus, nog een keer. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiepe de piep, hoera, hiepe de piep, hoera, hiepe de piep, hoera. Proficiat met je 60 jaar bestaan, papa. Ik hoop dat er nog heel veel jaren in al mogen bijkomen. En ja, dat komt wel allemaal wel goed. Dat komt wel allemaal wel goed. Echt waar, man. En die gast achter mij, die zit gewoon knal in mijn kont te peren, hè. Dan hier ook nog eens in. Oh, Jezus Maria. Zo echt in mijn kont te plakken, hè. Dat is het hartelijkste wat ik altijd heb. Wat doen jullie als er zo'n auto in jullie kont plakken? Gaan jullie dan expres ook wat trager rijden? Dus... Zit thuis, jong. Wij in een kruispunt. Allee, mannetjes. Daar wist ik dat dat ging gebeuren. Hè? Bij een kruispunt hier. Je moest nu maar eens een auto uitrijden. Hier moest maar eens een auto nu eens uitrijden. Die zat er pal tegen. Want die gaf ook nog geen voorrang van rechts. Nee, die gaf ook geen voorrang van rechts. Just als ik ze in de plaat niet heb. Want het is donker. Ik heb nog eens even zo bij opgejacht hier, zo de laatste van mijn gedeelte van mijn vlog, waar ik ook mijn vader en al. Gelukkige verjaardag wensen en al. Ja, ik hoop echt oprecht, hè, dat mijn portefeuille hoort is bij mijn ouders liggen. Dus ik ga hier beëindigen. Ik ga nog gewoon snel eens even bellen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. Vergeet ook niet op buiten te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, livestream of iets anders er gebeurt op mijn YouTube. Tingelingeling, tingelingeling, tingelingelingelingelingeling. Yo.